Oh, zo, de tering. Sorry. Dat is voor jou ook weer even geleden, hè, op de motor. Jazeker. Was dat nou de Leidse rijschool of rijschool de Leidse? Geen idee, niet opgelet. Oh. Dat het leuker is met die camera, nou kan ik dus zo meteen gewoon terugzien waar jij naar kijkt, ja, waar je om je heen kijkt. Ik moet naar voren kijken en op het verkeer letten. Ja. En jij kan lekker om je heen kijken. Nou, we zijn er bijna. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Dat is waar. Bij de tag. De tag. Mooi authentiek dorp. Ik weet niet of jij hiervan houdt, maar ik wel. Meh. Je hoort me niet zeggen. Ik hoor je wel. Nou. Je zegt helemaal niks. Ja, dat klopt. Moe. Donkey. Indeed is the donkey. Oef. Is dat de tag? Dat is hem. Even kijken hoor. Komen er meteen gewoon 3 auto's? Lekker toch? Lekker toch, Tom? Ja, toch. Ach, kom op zeg. Oh, er is nog een fietsauto ook. Dat zeg. Ja, nou weet ik het. Hey, jij! Nee. Wat? Nee, er stond gewoon hey jij op de achterkant van die bus. Ah, oké. Dus ik denk ik zeg het even. Nou, we gaan binnendoor terug. Kiki. Ja. Dat is het voordeel als we in deze omgeving zouden wonen, Vrij. Dan kun je varkentjes houden, je kan paarden houden, je kan honden. Ja. Maar het is ook gelijk 3 kilometer van de dichtstbijzijnde middelbare school. Zo. Ah, elk voordeel is een nadeel. En we hopen dat we die wolken aan die kant een beetje misrijden, zeg maar. Yes. En dat zouden wij niet erg vinden. Dat is waar. Dat is correct. Dat is een feit. Oh, je maakt het voor mij heel smal. Wat? Die auto die kon naar me toe rijden. En dan heb je van die inhaalhavens hier. Maar die beslist voor mij dat ik richting de berm moet. En daar heb ik een hekel aan, in de berm rijden. Oeh. Grote pijn. Dus, vandaar dat ik zoiets had van, je komt wat dichtbij, weet ik veel. Ik zei, kijk daar nou. The fuck? Gewoon een oude fucking tram. Ja, en een vliegtuig. Fuck! What the fuck is daar, joh? Very interessant. Ja, inderdaad. Ook lekker maisveld. Alien film incoming. Nou, ik denk dat dat maisveld ertussen ligt, hè? Maar nou ja. Ik denk, zie ik dat nou goed? Straks thuis even help herinneren, dan gaan we even googlen. Kijken wat het is daar. Yes. Volgens mij is dat een grasmaaier vol. Ja, ja, inderdaad, ja. Oh, dit vind ik dus leuk, want jij kijkt dus naar hele andere dingen dan ik. Ik ben op de weg aan het letten, jij zegt in één keer grasmaaier vol. En ik had zoiets, hè, wat? Grasmaaier? Ja. Ik ben wel benieuwd naar die camerabeelden straks. Kijk, want daar staat er ook in het land, zie je dat? Ja. Wat zijn ze hier aan het verbouwen, joh? Sla! Bloemkool, denk ik. Ja. Nee, hoe heet dit? Bloemkool? Oh, wat? Is dat bloemkool, dit? Ik heb eerlijk gezegd geen idee. Volgens mij wel. Waarom is het paars? Wat is paars? Dit. Dat is een soort... Confusion. Arkansas. So I am confusion. Nee, ik heb geen idee waarom het paars is. Ik denk gewoon de kleur van het blad. Je gaat niet aan like, het kalkgehalte in het... Oh. Schraap. Ja, yep, schraap. Roofvogel. Dat is een kerk. Ja. Yep. Mijn eerste impressie was, jezus, wat een groot huis dan het was. Huis. Ik had een beetje hetzelfde. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik geografisch geen idee heb waar we zijn. Same. Ja, maar dat verbaast me bij jou niet zo heel veel. Oh zeg. Je weet net waar Amsterdam ligt. Ja, oké, goed punt. Zo plaag ik je moeder altijd. Nou, dat kan niet zoveel meer, want die zit niet veel meer achterop. Die rijdt op haar eigen fiets. Dus nou ja, het slachtoffer. Oh god. Nee, Edi. Nee! Gaan we zo maar even met een haakse bocht naar links. Oké. Hahaha. De brug staat open. Of dicht. Nee, dat is open. Dan hangt er vanaf voor wie. Nee, hij staat open. Voor mij is die dicht. Ik kan er niet overheen. Ja, maar dat is dus nog open. De eeuwige discussie wanneer een brug open en dicht staat. Oei, ik heb zo waar bereik. Ik hoorde iemand. Aha. Geen idee waar we heen gestuurd worden, maar hij zegt rechtsaf. Ben benieuwd. Eurotoilet. Sorry, wat? Eurotoilet. Staat er. Oh, ik was al aan het kijken. Ik denk, waar heb je het dan over? Het zou me niks verbazen als we zo meteen gewoon weer die weg op worden gestuurd. Maar goed. Nou ja, zie je het? Ja, ik was er allemaal voor. Potverdrie, zaadstengel. Zaadstengel? Ja, graadstengel. Graadstengel, wat is dat voor scheldwoord? Nou, gewoon niet om niet godverdomme of zo te zeggen. Graadstengel. Ja, zit je? Nee. Zit je goed? Yes. Oké. Okay. Zo, de tering. Sorry. Gaat het? Was not expecting that, but it's fine. Dat was ook niet wat ik helemaal verwachtte. Het is een hobbel. Mijn hemel. Als je God bent, is de hemel inderdaad uw eigendom. Je kraakt. Ja. Er zit ergens een plug los. Ja, ben je er weer? Hallo, hallo. Yes. Hallo, hallo, hallo. Zijn we weer hoor. Ja, yes, hier weer. Yes. Indeed I am. Papa Delta 1, Tango Alpha, Papa Delta 7, Echo Delta India. Beverwijk! Oh, sorry, wat? Nee, we waren ooit een keer op een plek genaamd Beverwijk. En dat zag ik net op een bordje. En Beverwijk is geweldig, want Beverwijk, je weet. En wat heb je in Beverwijk? Helemaal niks. Het is gewoon Beverwijk. De Zwarte Markt. Oh, nog beter. Jezus, wat een mist, man. Dat is geen mist, dat is regen. Ik vind het tellen als mist. Ja, dat snap ik. Ik snap ook wel waarom je het zegt. Wat ben jij aan het doen? Wat? Wat zei je? Wat ben jij aan het doen? Rare geluiden maken in je helm. Yes. Kan toch niet? Echt wel.